Zaterdag 9 maart vond er een sponsor spinning challenge plaats in een sportschool in Panningen om geld op te halen voor onderzoek naar energiestofwisselingsziektes. De Spinning Challenge Biking for Bob werd georganiseerd door Stefan Geerlings, vader van Bob. In de zomer van 2007 werd na 3 jaar onderzoek bekend dat Bob, nu 8 jaar, aan een energiestofwisselingsziekte leidt. Een zeer zeldzame, progressieve ziekte waar nog geen medicijn of behandeling voor is. De ziekte van Bob, dat betekent een grote impact op ons dagelijks leven. Ja, dan moest eigenlijk altijd opletten, was het thuis. En dan moest altijd rekening houden met het feit dat Bob gewoon zijn uithoudingsvermogen, dat draait het in principe om, dat is beperkt. En hij heeft gewoon veel rust nodig om de dingen te kunnen doen die voor, als een fluitje van de cent kunnen doen. Ja. Spelen met vriendjes of sporten bij de voetbalvereniging is voor Bob, die ook aanwezig was bij de challenge, niet mogelijk. Thuis kan ik nog wel gewoon lopen en buitenshuis, maar als ik lang moet lopen, gebruik ik de rolstoel. S'morgens gaat er, 4 morgens in de week, gaat er wel naar de reguliere school, basisschool De Pas. Maar hij gaat met een medisch verpleegkundige en ook op school rust er nog een uurtje van de tijd dat er door is. Dus, is eigenlijk maar 2,5 uur op school actief bezig. Ja. Ja. Waarom fiets jij mee vandaag? Voor Bob. Omdat hij mij in de klas heeft gezet en zien wie moeilijk dat het heeft. En voor alle kindjes wie Bob. Hoe moeilijk is dat voor Bob? Ik denk voor Bob dat het af en toe jammer is dat er niet alles kan doen wat andere kindjes kunnen doen. Ja. Dat is jammer. De bus eigenlijk 24 uur per dag moest beschikbaar zijn. Kijk, met slapen natuurlijk gaat over het algemeen door, maar hij is afhankelijk van zondevoeding. En ja, die pomp die kan ook wel eens piepen. En verder is niet zindelijk. Hij moet zijn medicijnen elke dag hebben. Hij moest eigenlijk continu blijven managen om hem niet over de toeren te laten gaan. Ja. Dus dat heeft een grote impact op het gezin. Aan de Spinning Challenge deden zo'n 135 mensen mee. Onder hen wethouders Malou Apsil en Paul Sanders. En hoe gaat het? Ja, prima. Gaat goed. Laatste minuten. Ja, we gaan een minuut en dan zit het erop. Dan wisselen we even en dan even uitrusten. Ook veldrijdster Sabrina Stultjens uit Meijl gaf haar energie voor het goede doel. Sabrina, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja. Je ziet er niet vermoeid uit, ben je dat wel? Het gaat nog wel. Dus, ik heb nog 2 uurtjes te gaan. Dus, Hoe lang ben je al bezig? Ik ben nu 2 uur en 20 minuten bezig. En als dan degene kijkt, al die mensen die meedoen, dat geeft extra energie? Ja, zeker, zeker. Al die mensen doen, dat kan je nooit verwachten. Ik dacht spinningactie, dat wordt toch niks, maar echt veel mensen. Dat is mooi. Geerlings neemt met het team Biking for Bob op 1 juni 2013 voor de 3e keer deel aan de challenge Mont Ventoux van de stichting Join for Energy. Een beklimming van de beruchte Kale Berg in Frankrijk. Als voorproef hierop werd deze berg tijdens de spinning challenge virtueel beklommen. En in de toekomst, hoe gaat dit verder voor Bob? Dat is de grote vraag. Ja. Wie het nu gaat, gaat het naar omstandigheden goed, maar de ziekte is gewoon heel onvoorspelbaar. Het is eigenlijk elke dag kan het angst zien. Hij geeft zelf ook van de ene op de andere dag kan er meer pijn aangeven in zijn spieren of
ja, het koppien of wat, of pijn in de vingers. Dus dat kan elke dag weer angst zien. Maar dat kan wel symptomen zien dat er binnen in het lief, wat ze dus niet zus, ja, toch van alles aan de hand is. Maar ja, dat weten we dus niet. En het is hopen dat er het nog heel lang uitdeelt, ja. Tevredenheid bij Bob voor de actie die voor hem is georganiseerd. Best wel blij. Ja, want? Want dat ze allemaal geld ophalen voor de ziekte. En wat moet er met het geld gaan gebeuren dan? Dan sturen ze dat naar een laboratorium en de onderzoekers kijken of er een medicijn is voor wat er aan de hand is. De actie heeft uiteindelijk ruim 4800 euro opgebracht. Met deze bijdrage hoopt het team van professor Smijtink in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen binnen enkele jaren grote stappen te kunnen zetten in het verdere onderzoek naar deze ziekte.